Yo, kijk, soms moet je sluiten. Leuk weer kijken naar een nieuwe survival game. En ik ben hier vandaag niet alleen. Ik ben hier namelijk met de ene rechter David. Oftewel Double D. En die is nu officieel lid van. Dat heb je al verteld. Ja, maar misschien hebben mensen de partybox niet gezien. Niet iedereen volgt de partybox, hè? Van jouw kanaal. Ja, van Prometheus Live dus. We zijn nu echt samenwerkende buddies, ja. Nooit vinden. Maar laten we even een potje joinen. We zijn hier weer op de Jerry & Harry server. Net als vorige keer op David's kanaal. Maar die dat zeg ik de vorige keer. Want die komt morgen eigenlijk pas online. Eigenlijk is dit dus de vorige keer. Ja, eigenlijk is dit dus de vorige keer. Maar de vorige keer was ik zelf ook op Jerry & Harry. Is Jerry Bomb 6. Ja, Jerry Bomb. We gaan deze aflevering gaan we niet knippen. We gaan dit helemaal vol lullen. Dus Room 6, hè? Room 6. Ja, ik zit er wel in. We gaan team, hè, vriend. Oh, het begint al. We zijn met 7. Oké, veel chests. Pak wat je graaien kan. Graai wat je pakken kan. Hoe zeg je dat? Pak wat je graaien kan, toch? Nee. Oh, ik heb 8 pijlen en een bal. Ik heb... Ik heb 1 gekoopt vis. Ik heb een iron egg. 5 chests. En ik heb... die golden boots. Ik vind het eigenlijk met deze games, dus bijvoorbeeld met deze games of met bijvoorbeeld Skywars, ik vind dit makkelijker praten. Ja, klopt. Vooral deze game dan. Hiermee kan je gewoon vol praten en dan, oh shit, daar was het vast. En David, jij zou toch ook af en toe mee gaan doen in onze serie Pro met Tanië? Maar hij gaat niet heel vaak meedoen, aangezien we nog problemen hebben met het bij elkaar in de server komen. Ja. Ja, ik heb een vraag, want stel je voor een kijker weet hoe je dat moet doen. Ja. Nou, dan kunnen jullie misschien tegen... hoe je van verre afstand met elkaar op LAN kan? Want wij hebben al geprobeerd met mijn IP-adres. Oh, die ex is voor jou. Sneeuwballen. Die sneeuwballen zijn voor mij. Nou. Wat even. Oh, heb jij een diamond ex? Ja. Holy fuck. Oh, die shit, het lekt een beetje. Dan moet je de stukken doorbellen. Wacht heel veel, ik kan je even mij even kijken, want ik ga heel veel mijn chuntjes laag zetten. Oké. Oh, eigenlijk moeten we zo meteen even challenge doen. Chunks op 1. Wat voor challenge? Gewoon chunks op 1. Dus dat je chunks op 1 moet zetten. Wat houdt het in? Waar staat dat? Ah, ik laat wel later dit zien. Oké, nu heb je minder lek. Kom. Ik ken alleen render distance. Waar ben je? Vriend, waar ben je? Ik ben hier. Hij lekt kapot, man. Waar ben je? Oh, chunk laag zetten. Daar ben je. Hoe staat het met je helpbar? Eigenlijk. Oh, heb je nu eens dit slaan? Nee. Hoe kan het dan dat ik zoveel levensstraf heb? Weet ik niet. Echt hoor, fuck jou. Waar ben je? Ik zou jou toch nooit hitten? Ik ben hier binnen. In de reactor. Hij is leeg. Wauw. Ik ga de reactor nu weer aan de andere kant uit. Oké, kom goed aan. Waar bent u, monsieur? Ik ga de andere reactor in. Even kijken. Gisteren toen we voor jouw opname hadden... Oh, de kist is leeg. Gisteren toen we voor jouw opname hadden geen probleem met lag. Veel meer, meester. Maar in ieder geval... Ik heb het erover gehad met Double D over ook een roleplay series. Kut. En ik had eigenlijk het idee, want dat gesprek hebben we nog niet afgerond, voor jou voor een reality serie. Wat zou ik moeten doen? Ja, gewoon reality. Maar shit, ik ben heel de tijd aan het rennen. En ik ga bijna dood. Ah. Wacht, appels. Beste idee ooit. Fuck jou, nee. Shit, ik ga echt dood hoor. Ik heb nog maar 2 hartjes. Oh, kut. Ja.
Sorry. Ik ga je echt zo meteen terugpakken hoor. Oké. Ik had je Diamond X nodig. Ja, maar dat is wel zo stom. Dat zeiden we vorige keer ook. Zo stom dat je dan niet kan kijken. Ja, maar in ieder geval... Wacht, doe je scherm. Ik heb helemaal scherm, wacht. Waarom? Weet ik niet, kan ik ook meekijken? Nee, gewoon niet. Ben je bijna klaar? Ga je niet de hele tijd zo doen? Ik ga jou nooit meer killen, want dan ga je de hele tijd ben je bijna klaar. Niet op deze serie. Ben je bijna klaar? Ben je bijna klaar? Ben je bijna klaar? Dat bedoel ik. Maar ik bedoel gewoon voor jou een serie, dat lijkt me wel leuk. Wat? En bij jou lijkt mij wel een beetje een reality serie passen. Als je snapt wat ik bedoel. Snap jij wat ik bedoel? David. Ja, wat? Jij zit nu King of the Ladder te doen. Ja. Maar snap jij wat ik bedoel qua reality serie? Ja, gewoon net zoals zo'n serie zoals, hoe heet het nou? Hoe heet het ook weer? Brugklas. Wat is Brugklas? Kijk. David? Komt hij weer weg? Nee. Oh. Nee, ik ken Brugklas niet, nee, maar... Kerstpangas. Ja, dat ken ik, helaas. Ja, ik vroeg een keer. Dat zijn geen reality. Spangas is gespeeld. Oh, je bedoelt dus echt... Oh nee, dat hoef ik zeker niet. Dat lijkt me wel passen bij jou. Met van die... Mijn man is... Help. Mijn man is het programma. Oh nee. Weet je wat me wat voor jou lijkt? Davids grote tuinverwarming. Ja, dat zei je gisteren ook al. Zei ik dat gisteren? Ja. Oh nou, nu zeg ik het weer. En ik ben hier een beetje rond aan het dwalen. Mijn stem, jongen. Het is echt gewoon stom, want ik kan nu niks doen omdat jij me hebt gekild. Sorry David, ik zal het nooit meer doen. Nee, ik ben echt boos. Ik ben boos. Op deze server. En mad. Je bent boos en mad. Gelukkig zit er zo'n groot verschil in. Appeltjes! Ik heb trek in appeltjes. Zo. Ik ben nu echt op zoek naar food, jongen. Maar... Wat voor... Ik vind series, dat zijn gewoon dingen die leuk zijn voor op je... Hoor je me? Ja, ik hoor je. Nu niet meer. David. Praat. Spreek. Jong. Is er? Hoor je niet? Je hoort me wel. Wat? David. Ja? Hoor je me? Ja, ik hoor je wel. Je valt een beetje weg. Nee, ik zat gewoon met dat dempen ding te kloten. Ik had het kunnen weten. Ben je al dood? Nee, maar er zit een dead start. Wat is dat? Dat je dat eindgevecht. Oh, en? Ik zat in de grond om mee te beginnen. Ik ga er dik aan en ik ben dood. Ik ben vierde geworden. Dus nu ben je weer? Ja, ik ben er weer. Hallo. Maar wat, ik vind serie, dat is gewoon leuk voor op je kanaal. Dat moet je er gewoon bij doen. Wacht even kijken waar. Teweran. Ik zoek iets. Wacht. Teweran? Ja. Oké. Ik zit erin. Serie is gewoon echt leuk voor op je kanaal. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dat is gewoon, wat vinden mensen leuk, toch kijkers? Die zitten nu allemaal thuis ja te knikken. Nee, gewoon niet. Echt wel. Heb jij ooit wel zo'n serie gezien of zo van Minecraft? Oh nice, ik heb een chestplate. Ik heb helemaal niks. Nou, lekker. David, heb jij ooit wel een serie gezien van Minecraft? Nee. Serieus? Jawel. Oké, ik wil zeggen, je hebt The Kingdom toch wel gezien? Ja. Wat heb jij mijn chestplek gejat, man? Ik wist dat hij daar was. Nu heb ik dat aan jou geleerd in je nakje. Geef ja. Me wat aan geef iets aan mij, iets, een wapen. Ah, ik dacht het niet hoor. Ik heb nog ineens een wapen.
Heb je een appeltje? Nee. Heb je food? Ja. Heb je één dingetje voor mij? Ja. Oh, dankjewel. Dan ga ik mensen nu doodslaan met kapot. Oh shit, aan. Weg. Behalve dood te gaan. Oh wacht, ik ga niet die chest daartoe. Welke chest? In de boerderij. Wat een roer dit bij jou. Waarschijnlijk de snelweg. Ja, de weg. Zit je naast de snelweg? Oké, gast, ik heb iets voor je. Ik heb iets goeds voor je. Oh, wacht. Oh, ten. Je weet dat chain helmet beter is dan gold. Maakt niet uit, heb je nodig. Dat scheelt ook niet zoveel. Oh ja, en wacht. Heb je een wapen? Een potato. Oh, nog een gepaste aardappel. Extra, nu hebben we allebei twee potato's. Welke series heb je eigenlijk allemaal gezien van Minecraft? Heel veel. Ik ook. Ik volg er gewoon heel veel. Even kijken, oh nee, hier zit niks. Maar welke kijk jij op dit moment, bedoel ik? Eigenlijk, cool. Eigenlijk maak ik gewoon domme reclame voor andere kanalen nu. Ja, gewoon dus niet doen, daarom dacht ik het al. Ik dacht, moet ik nou iets zeggen of zou ik stil blijven? Niet dat mensen die kanalen waarschijnlijk niet kennen, maar... Ja, eigenlijk wel. Die kent sowieso iedereen. Ja. Er zijn gewoon een paar kanalen. Twee kanalen weet ik zo al die iedereen kent. Enzo Knol dan en ja nog één. En welke? Dus David. Ja. Die kent iedereen sowieso. Shit, ik moet eten. Ja, okay. ik heb mijn potatoes opgegeten. Maar daar gaan we voor de rest geen reclame voor maken. Of dat net heeft. Ja, yes. Je hebt ook nog een. Oh. Lekker puk, stel alles. Geef ook wat aan mij. Geef me die golden chestplate. Of wil je een... of wil je deze? En deze. Oh ja, beter. Geef me alles... Heb je een wapen voor me? Ik heb deze. Oké. Goed genoeg. Oh, en ik heb een wooden sword. Oh, geef die ook maar. Die is beter namelijk. Ja, en ik heb zelf een duim. Holy shit, we zijn aan het ownen. Maar wij zijn toch fucking OP. Jij gaat daar en ik ga naar. Ik ben OP hoor, ik ben OP. Ik ook. Echt niet. Echt wel, toch mensen. Moet ik je nu vermoorden? Nee hoor. Dan heb je het ook voor mij gedaan. Dus eigenlijk zou het wel eerlijk zijn. Nee, ik zal het niet doen. Ik ben niet zo. Ja. Ha, oké, dan battle. Nee. Okay. Wil je tot de finale leven blijven? Ja. Of wil je het overleven en wil je winnen? Zou ik het nu niet doen. Oké. Waar ben je heen? Ergens. Daar. Oh, schip. Ik ga naar het schip. Heb ik eigenlijk veel damage toegebracht? Ja. Hoeveel heb je nog? Ik heb nog twee hartjes, alleen ik heb geen eten meer. Sorry. Dus je gaat waarschijnlijk toch niet redden. Nee, grapje. Ik had nog een appel. Okay. En ik had twee hartjes, ik had er ongeveer drie hartjes vanaf. Oké, ik heb twee hartjes vanaf. Maar het komt gewoon dat jij de eerste hit had. Ja. Oh, ik zie een chest. De eerste hit kan de beslissing zijn. Hè? Stone Axe heb je niet nodig, toch? Nee, kijk, stel voor, als ik jou nu zou hitten, had ik weer de eerste hit en die eerste hit kan het verschil maken. Ja, weet ik. Weet je wat lullig is? Als je tegen iemand vecht en je komt in een cobweb. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon sowieso dood. Ja.
Oh shit, er zit hier een gast. Oké, die gast gaat het bezuren dat hij hier is. Ik zat er straks even onze Skywars aflevering te kijken. Team Skywars met ondertiteling erbij van YouTube, weet je wel? Ja, en? Dat was zo slecht ineens. Zei jij toch met die boom achter je? Ja. Stond er iets van... De Italiaan sprak weer. Wat? Hè? Die boom achter je, de Italiaan sprak weer. Dat lijkt erop. Ik zeg op een gegeven moment... Kut, staat er 8. Oké, dat is heel raar. Ja, die ondertiteling klopt niet. Sorry YouTube, maar het is gewoon zo. Het spijt me, maar het is zo. Er is hier geen ene chest meer. Ja, klopt. Oh, kut, sorry. Ik wil de andere knop doen. Heb je nog wat food voor mij? Ja, ik heb nog even vlees. Please. Dan mag ik je één dance teruggeven. Oké. Okay. Oh shit, beneden, beneden! Pak je wapen. Hij is er niet. Oh wel. Hier, deze gast hier, wegrennen, wegrennen! Fuck hem! Allemaal aanvallen! Ja, ja, ja! We hebben hem! Heb je iets beters voor mij? Ik heb wacht, mag ik dan die Iron Helmet? Dan geef ik jou Iron Boots. Heb je ook leggings? Nee. Maar boots is slechter dan helmet. Nee, ik geef je dus nog dat ding. Oké. Dan krijg ik van mijn chain. Wacht, wie heeft hem gekillt? Nee, ik heb toch... De chain is beter dan de gold. Oh, oké. Ik begon met aanvallen, maar jij gaf de genadeklap. Oké. Ik had de meeste damage eigenlijk gedaan, maar jij kan. Maar... Ja, ik was zo slim om als laatste nog te raken. Hoeveel levens heb jij nog? Ik had nog 2,5, maar hij regen niet. Wacht, heb je nou een iron sword? Nee, stone. Oh, het leek net zo bij als ik heb wel iron axe, een stone sword. Dus ga ik daar naartoe. Daar zit het soort gang. We zijn gewoon OP, jongen. Ja. Dit is pas het tweede potje, hè? Ja. We zijn goed bezig. Kijken. Waar zullen we het eens over hebben? Ja. Ja, we gaan deze hele aflevering vol lullen, heb ik gezegd. Ja, alleen het gaat nu niet echt perfect. Ah, het gaat wel redelijk. We hebben het over alles en niets, toch mensen? Maar heb jij eigenlijk nog ideeën voor een serie, David? Wat je allemaal gaat doen? Ik bedoel niet qua... Oh, nee. Ik bedoel gewoon, kijk, ik heb een Party Box, ik heb Survival Games. Wat ga jij doen? Nee, ik wil sowieso iets met challenges of zo doen. Challenges, oké. Op Minecraft of in real life? Gewoon real life. Oké. Dat zou je mij niet zo gauw zien doen, misschien. bij mij zou je het nooit zien doen op Prometheus. En Lars weet het niet. Ik denk het niet, Lars. Nee, ik denk het ook niet. Ik ken Lars nu zo al, het is ja een jaartje. Ja, ik ook. Oh shit, ik gooi me. Shit, oh daar. Ik druk de burger op Q. Ik hoop echt dat ik deze aflevering niet zie, want ik denk echt dat Rick niet blij zou zijn hoor met wat ik ga doen. Ja. Maar ik vind je, als je in de aflevering zit en je quit, ben je echt een poesie. Voor de mensen die weten waarover we vrijdag, dus dat is eigenlijk morgen, want ik ga hem gelijk vandaag al uploaden. Dan ga ik samen met een vriend van mijn Rick, dat is een klein beetje een beheerder, niet echt, want hij heeft geen Minecraft, dat is een nadeel. Maar jullie kennen vast wel het spel Karaoke Party, wat ik ook eigenlijk een keertje met David wil gaan doen. En ik ga namelijk spelletjes spelen met Rick en dat wordt Karaoke Party. Maar Rick weet niet dat we dat gaan doen. Rick weet echt van god niet wat we gaan spelen. Dus ik hoop dat Rick deze aflevering niet gaat kijken.
voordat het gebeurd is. Ja. Eigenlijk moet je hem nog gewoon later uploaden. Nee, Rick kijkt hem vast nog niet. Nou? Even kijken, oh daar hebben we een trein. Waarschijnlijk ga ik deze toch pas laten uploaden, want wij zijn voor mij nog lang niet klaar met opnemen. Nee, ik denk het niet. Wij gaan gewoon door tot we klaar zijn ermee, helemaal. Ik wel tenminste. Hoe wilden we hier naar boven komen? Ik zat zo te denken, als ik dus dat speciale wil gaan doen met die 50ste aflevering. Wie denk jij dat ik het beste kan uitnodigen? Wie zal ik doen? Weet ik niet. En zo knol valt voor mij af. Dat vind ik echt... Dat kan sowieso niet. Huh? Oh. Red me. Ik ga dood. Ik ook. Oké, eerst moet je tegen elkaar vechten. Je leeft nog wel. Nee, oh, net niet. Hoeveelste ben je? Tweede. Ach, dat is goed. We gaan nog één potje doen daar. Oké. Anders wordt die lang, hè? Drybone, beneden. Oké, die is best kut, maar ik ga aan. Ja? Ik zit erin. Ik ook. Waar hadden we het ook weer over? Oh ja, maar wie denk jij dat ik zou moeten doen? Wie is geschikt ervoor? Ook de kijkers mogen het ook zeggen. Een bekende YouTuber voor de 50ste aflevering die ik moet gaan regelen. Ik denk dat ik toch echt voor Ronald ga hoor. Maar ik zou het doen. Ik denk dat daar nog redelijk wat kans mee is. Waar ben jij? Ik ben achter jou, ik volg jou. Weet je, jongens, we zien het wel. Ik ga in ieder geval iemand proberen te regelen. Lukt het niet, is het jammer. En anders, ja, dan is het alleen maar mooi. Even kijken. Heb je nog steeds koppijn, eigenlijk? Wat? Ja, wel een beetje. Hoe lang heb jij dan wel niet aan voetballen dan? Tijdje. Ik ken je. Oh, wat is het dus? Nee. Dan is er hier al iemand anders geweest. Of is dit gewoon een trolltje? Hey, jij hebt mij vandaag nog helemaal niet getrold, hè? Het is een wonder. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Ja. Met wat dan? Dat weet ik niet. Je hebt helemaal nog niet getrold vandaag. Maar eigenlijk trol ik je niet, dan toch? Oh, fuck. Ik drukte op een verkeerd knopje. Optie. Waar kom je hier naar binnen? Via de deur. Oh, die deur. Hey David, zeg dat nog eens wat je net zei. Deur zag ik niet. Nee, hoe kom je hier naar binnen? Hoe kom je hier naar binnen? Dat is wat je zegt. Daar heb jij echt een hekel aan, hè? Als ik dat zeg. Oh! Ah, ik heb een haar gescoord. Heb je ook wat van mij? Ja, niet. Oh, jij hebt al wat. Ik heb alleen chain boots. Heb je iets voor me? Shit, er komt iemand daar. Er komen twee gasten aan, teamwork. Hij komt. Oh shit, hij is binnen. En we gaan ook shiften. Waar zit jij? Ik zit hier. Hij komt hoor, een crafty dead eye. Yes, hij komt. Hij komt, die ligt er voor je zin. Oh die shit, spannend. Oh shit, die gast is al binnen. Die ene gast. Die jongen. Spannend. Hij heeft je volgens mij gezien, maar dat is wel binnen. Wat zei je? Volgens mij heeft die ene gast je al gezien. Ik weet niet. Hij komt eraan. Zit je nou niet? Ha, hij heeft gewapend! Ha! Wat een sukkel! Oh fuck!
Ik heb hij wel. Ik ben dood. Ik ben dood. Win je? Dit win je. Wat de heck? Hij had een zwaard, man. Ja, ik had een iron sword. Oh, ga maar. En hij liep gewoon helemaal vast. Maar het is tijd om af te sluiten. Oké. Nou. Mensen, bedankt dat jullie gekeken hebben naar deze aflevering van... Survive Games. Inderdaad, David. En doe weer een duimpje omhoog als je ervan genoten hebt. Reageer als je iets te zeggen hebt. En ja, abonneer. Natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet een kijkje te nemen op het kanaal van David Double D. En sorry dat mijn camera zo bewoog. Ik wacht even op. Gast, daar staan toe. Heel veel hier staan. Naast me. Nee. In ieder geval. Vergeet geen kijkje te nemen op het kanaal van Double D. Hij gaat vette shit doen. Hij uploadt elke vrijdag en hij gaat af en toe ook op Prometheus live uploaden, toch? Ja. Hij gaat in meer video's van ons meedoen. Het wordt allemaal te gek, vette shit. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van Survival Games. Tot dan.